En is een artikel online gekomen van Roddenpraat dat wij blijkbaar al papa en mama zijn geworden. Dat is dus niet waar. We hebben nog net niet de versmelting van zijn zaad en haar eitje mogen aanschouwen in een van de kutvlog van hem. En hij zit te huilen met een banaan in zijn klauw omdat zijn opa 5 weken ervoor dood is gegaan. De gender reveal, die kregen we live te zien. Alles. En dan zegt hij, ik wil dat mensen respect hebben voor mijn privacy. Je filmt je hele leven, je klootzak. Wat doe je nou met je privacy? Hier vallen kinderen uit bij je. Hier spakken met je kinderen uit je homo. Een andere start van het programma dan wij gewend zijn. Deze week kwam het verschrikkelijke nieuws tot ons dat onze OJ er niet meer is. En om hem te eren wilden we graag wat beelden laten zien. Ja, het was een grote shock voor ons niet. Want het ging niet goed al een tijdje. Nee, hij was al een tijd ziek. Maar goed, hij deed gewoon zijn best. En dan kun je denken, we maken enkele weken geen uitzending. Maar zoveel was hij ook weer niet waard. Laten we eerlijk zijn, er zijn er genoeg. Ja. Misschien wel een beetje te veel zelfs. Ja, precies. OJ had de Afrikaanse ziekte. Kunnen we zeggen wat het is? Daar ben je heel respect voor de familie. Maar daar hebben we niet zoveel mee op, toch? AIDS. Ja, en daar kun je nu heel hard gaan lachen. Maar ook dat kan een vreselijke ziekte zijn. Zijn broer, die heeft het ook nog een keer gehad. Die had 2. Nee. Ja. Maar goed, die spreekt dan ook geen Nederlands, dus dat maakt het weinig uit. Laatste wat wij kunnen doen is een minuut stilstaan bij onze grote vriend. Dat gaan wij doen onder zijn favoriete lied, het volkslied van Congo. En zijn familie heeft mooie foto's opgestuurd. Deze is voor jou, OJ. Bedankt voor jouw fijne en mooie medewerking. Daar is hij dan ineens weer. Het was even schrikken. Het was even schrikken. Voor veel kijkers. Er zijn mensen die daadwerkelijk hebben gedacht dat onze OJ dood was. Kijk, ik kreeg ook een pushbericht van de ROS. Ja. OJ dood, ik schrok me de tering. Bleek het de andere OJ te zijn. Het is niet onze OJ. Nee. Onze OJ leeft nog steeds en die andere OJ is dood. En wat maakt het uit? Want dat was gewoon een moordenaar. Dat was een heel ingewikkeld verhaal. Nou, dat is geen ingewikkeld verhaal. Want je hebt gewoon zijn ex en haar nieuwe vriend overhoop gestoken. Onze OJ is gewoon een hartstikke leuke vent, Congo. En we zijn nog blij dat hij er is. Ja, hij is er nog en wij voeden hem nog. Wat is dit? Ja, dat is OJ's favoriete chips met pindakaas smaak.
Het stinkt echt als een hoer. Echt niet normaal. Ja. Nou, hoe was jouw weekend? Ja, heel groots en meeslepend weekend. Want ik heb een nieuwe carrière. Ik ben dit nu ook weekenden te boeken als zang. Ja, 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 ja. Je denkt, ik ga er nog even alles uithalen voordat het ophoudt. Ik heb nu met Tukkertje Sterren toeren wij nu door het land. En ja, dit was onze eerste keer live. Ik laat het jou graag zien. Ja, we zijn de studio geweest, hebben dit echt officieel opgenomen. Nee, maar helemaal leuk en aardig. Maar is er nou een wijf of niet? Ja, het is een vrouw. Nee, helemaal niet. Doe het nog eens aan. Dat je dat lelijke vogelzoger hok ziet. Ja, maar je ziet... Hier is gewoon een kerel, man. Ja, maar het is toch tijgerkleding? Ja, tijgerkleding. Hij is gewoon weer een man. Nee, ja, nee, maar... Hou eens op, kijk naar de haar, man. Maar ze zingt toch Sterren de Transgender? Ja, je kan wel meer zingen. Je kan ook zeggen, had, ik ben een schildpad. Maar dat betekent niet dat je een schildpad bent. Ja. Dat is gewoon weer een lelijke dikke vent. Ja, wat is Lara nou weer op? Hij heeft niet eens meer make-up op, geen oorbellen in, geen pruikje op. Wat is dat nou? Maar wat is dat nou? Wilt u ons dan ook boeken, hè? Stuur mij dan een mailtje. En voor een kleine meerprijs ga jij ook mee. Nou, voor mijn hele leven niet. De groeten. Een psychiatrisch patiënt. Ga jij op pad om Sterren de Transgender te zingen? Want voor de rest heb je helemaal geen repertoire. Nee, maar voor de rest zing ik bij koffertjes. Hè. Dan staan ze allemaal... Laat de zon in je hart. Nou, dan gaan de mensen allemaal zo mee. Liedjes van Jannes. Wat kosten jullie? Een beetje afhankelijk. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de plek en het moment. Hè. Maar mensen kunnen mailtjes sturen en sturen een offerte op. En jij moet me nog even laten weten wat die meerprijs van jou is. Dat jij ik ga per definitie... Niet mee. Niet? Al krijg ik 5000 euro per avond. Ja, dat ga ik echt niet. Nou goed, en dan gaan we ook maar direct naar de rel van de week. Wij zitten midden in een grote draaikorkel. Wat? Dat goed? Wij zitten midden in een grote draaikorkel. Ja, hoe heet dat ook alweer? Zo in het water. Nee, dit is een draaikorkel. Ja, hè? Dat zei ik. Een draaikorkel. En we zitten er midden in. Ja, hoe heet het nou? Draaikorkel. Nee. Wel. OJ. Wat eten, drinken, plassen, poepie en dan houdt het wel op. Ja. Geef hem wat te bikken. maar goed. Ja, in die draaikorkel was het al... Ik hoor dat het niet klopt. We konden niet meer op. We zaten in een tornado. Kijk, een watertornado. Hoe is dat? Een watertornado. Nou ja, whatever. Daar staan we middenin. Kijk, dit is nou precies de reden waarom ik dus niet met jou en Sterren de Transgender op toe ga. sorry hoor, maar voor mij is er gewoon geen plaats op de sociale werkplaats. Dit is toch niet normaal? Ja, maar het café is... De draaikorkel. Goed, de draaikorkel. Waar we middenin zitten. Ensel Knol is woest. Ja. Woest! Ja, wat is er nou gebeurd? Nee, niet. Jij hebt altijd met je zogenaamde kutscoopje, zeg je altijd, ik heb een scoop. En als jij weer een of andere leugen de wereld inslingert, dan zeg je, wij hebben het niet goed gedaan. Je kan mijn ballen likken. Ja, wij hebben ons dus we dachten een hele grote scoop te hebben. Ik dacht helemaal niks. Ik wist er helemaal niks van. Een blunder begaan. Ja, een grote, absolute blunder. Wij kregen in de berichtenbox een bericht. Wij hebben Ensel Knol en Myron zien lopen in Assen, daar en daar, met een baby in hand. Zal ik je vertellen? Die liepen dus met die kinderwagen, met die baby. Werden ze bijna doodgereden door de Ajax-speler. Ja, dat was ook zo'n top. Dat was ook zo'n topscoop van je. Man. Nou goed, we kregen dus een bericht. Wij zien hun lopen met een baby. En ik denk, ieder moment kan het geboren worden. Dus ik denk, wij hebben het als eerste. Wij brachten ook als eerste dat zij zwanger waren. Dat klopt wel. Dat heeft ook al veel gezeik opgeleverd. Toen ik denk, ik pak ze nog een keer. Want we zijn een nieuwsprogramma. En wat een knallen van een scoop. Dus snel op de website gezet. Voordat zij het aankondigden. Toen maakte Enzo deze video. Hallo
Hallo dames en heren, hier even een update van mij en van zwangere Myron met de prachtige kleine baby die nog lekker in de buik aan het chillen is. We willen heel graag even laten weten dat wij het zo enorm waarderen voor de mensen die respect hebben voor onze privacy en ons dan ook echt met rust laten. Heel erg bedankt, dat wil ik echt heel erg benadrukken. Helaas werd ik net gebeld door RTL Boulevard en is een artikel online gekomen van Roddelpraat dat wij blijkbaar al papa en mama zijn geworden. Dat is dus niet waar. We zijn net als heel veel mensen in Nederland aan het genieten van het prachtige weer, het zonnetje schijnt. Ga lekker wat leuks doen, maar maak er alsjeblieft geen jacht van wanneer worden ze papa en mama. Er staan serieus mensen voor onze deur te wachten en te kijken naar binnen, wat gewoon super respectloos is. Dus laat ons alsjeblieft gewoon met rust, laat ons dit meemaken en ervaren. Ja. We zijn super gek op elkaar, de bevalling. Mooi. Maar wat ik heel grappig vind, is dat die man werkelijk alles filmt van zijn kloterige leven. We hebben nog net niet de versmelting van zijn zaad en haar eitje mogen aanschouwen in een van de kutvlog van hem. En hij zit te huilen met een banaan in zijn klauw omdat zijn opa 5 weken ervoor dood is gegaan. De gender reveal, die kregen we live te zien. Alles. En dan zegt hij bijvoorbeeld, ja, ik wil dat mensen respect hebben voor mijn privacy. Je filmt je hele leven, je klootzak. Wat doe je nou met je privacy? Er staan mensen voor mijn deur. Ja, dat komt omdat je beroemd bent geworden. Omdat je je hele leven de hele dag filmt. Ja, hij filmt ook steeds zijn huis. Dat helpt ook. Ja, wat een ongeluk. Ik vind dat zo natdekkerig. Maar goed, dat is dat. Maar dan denkt u misschien, nou ja, hè, dan excuses naar Enzo en klaar. Nee. Het is niet zo dat wij daar nu ineens wat zwijgzamer zijn over de familie Knop. Het is heel simpel. Als jij denkt dat je dit soort filmpjes online kan gooien om ons eventjes te vertellen dat wij niet over jou en je familie mogen praten. Nou, dan ken je ons niet. Want we hebben een scoop. Daar komt ie hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scoop. Mooi gedaan, OJ. Blij dat je nog leeft. Ja, waar gaat dan die scoop over? Nou, die scoop gaat over Irma Knol. Dat is de moeder van Enzo. Dat is, die staat bekend als geile Irma. Laten we eerlijk zijn. Hé, zo staat ze. Die video's dat ze zich omkleedt. Ja, een beetje outverlept lijf. Maar je ziet door die lingerie heen dat Irma nog steeds kleddernat is. En dat is, Irma heeft wel de leeftijd gehad dat ze al eigenlijk de overgang heeft gehad. Dus veel van die vrouwen die hebben gewoon 3 ongelooflijke droge oksels. Maar Irma niet hoor. Nee, Irma echt, ze noemen Irma ook wel de slak. Die trekt ook gewoon zo'n kleverig nat spoor achter zich. Maar vind jij Irma ook een lekker haapje dat? Ik zou zeggen, ik val niet op zulke oude mensen. Maar als ik dan hoor dat Irma eigenlijk een nymphomaan is. Dat Irma de hele groente- en fruitafdeling van de Albert Heijn al 3 keer achter de lippen heeft gehad. Ja, dan denk ik, toch een keer proberen. Dus Irm, bel me. Als je vrijgezel bent. Ja. Maar. Ja, dan kom je nu net te laat. Want Irma Knol heeft weer. Want ze heeft wel eens een nieuwe man. Weer een nieuwe man! Oh nee, toch niet weer een nieuwe vent! Hierachter ziet u Ron Kapitein uit Roosendaal. Kapiteintje! Ja, Ron Kapitein heeft op zijn werk bevestigd. Ja. Dat hij nu in de familiegroeps-app van de Knolletjes zit. Hij is gelijk ook in de familiegroeps-app terechtgekomen. Ja. Godsamme kraak! Godsamme kraak! Hebben jullie eigenlijk een familiegroeps-app? Nee. Niet? Nee. Want wij hadden vroeger Schouten United. Jullie hebben allemaal ruzie met elkaar. Ja. En het heet Schouten United. Ja, ik vind dat prachtig. Vroeger bestond die groepset uit 13 mensen. En tegenwoordig uit 3. Ja, dat is... ik zit er niet meer in. Nee. Ben je eruit gegooid of uitgestapt? Nee. Ik ben uitgestapt. En mijn vader zit er nu in met zijn vriendin en haar zoon. Dus, en hij heeft nog steeds Schouten United. Ja. Terwijl het heel weinig nog met Schouten van doen heeft. Ja. Maar goed, zo is dat wel gegaan. Ja, of zoals jullie dat noemden, Schouten United. Dan gaan wij naar Hanan en Jasmin. Die breien in het AZC sjaals voor Koningsdag. Ja. Wel jammer, want ze dachten dat de Nederlandse vlag oranje was. Ja, goed. Waar ben ik nou terecht gekomen? Ja, dat stond in het nieuws, hè. Ja, maar maak mij nou uit. Maar dat is een bruggetje naar onze kleding, ja. Jezus Christus.
Maar wil je niet nog iets negatiefs zeggen? Want die vrouwen hebben een hoofddoek op. Ja, nou ja, die doen wat. Dat zie je al zelf dat die mensen wat doen. Weet je, ze zitten in de AZC en ze doen wat. En nou ja, als ze de gaten en die stokjes niet hebben gestolen, dan hebben ze er niemand onrecht mee aangedaan. Goed, en daarover gesproken. Wij hebben een nieuwe Koningsdaglijn. Oh, wat een mooie lijn. Prachtige tekst staat erop. En we hebben het shirt, de trui of de hoodie ook in het zwart. Hè, dan met oranje letters. Ja, heel mooi. Ja, dus je kunt het kopen als t-shirt, trui of hoodie. En we hebben ook nog andere Koningsdag kleding en spullen. Zie dat op roddelpraat.shop. En dan kan je misschien denken, is dat nou nodig, zo'n tekst met fuck de koning? Ja. Houdt u nou wel van Koningsdag, van de borrel en het feest, maar heeft u een hekel aan de koning, is dit shirt, trui of hoodie echt iets voor u? Dat dacht ik. Ja. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En naar de shop. Roddelpraat.shop. Goed, en dan gaan we door, want we hebben weer een scoop. Ah nee, toch niet weer? Ja, 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 ja. Alweer ja, eentje? Ja, ja, ja. En dan komt hij dan. Oké, ben ik klaar voor OJ'tje? Ja, heel mooi. En wat voor scoop? Een scoop over Don de Jong. Ach, verdikke Don de Jong. Ja, die is recent gestopt met dagelijks vloggen. Hij zegt zelf, omdat hij wat anders wil. Maar goed, eigenlijk weet iedereen wel dat dat zo is. Omdat hij er door in zat, had ook steeds kwaaltjes en ditjes en datjes. Hij kon de druk. Nee, maar psychisch was je toch ook helemaal aan het einde? Maar goed, daar heeft Don 2,5 jaar geleden wel een prachtig huis voor gekocht in Roelof Arendsveen. Oh. Ja, dan ziet u daar een geweldige villa van 214 vierkante meter. Prachtig, prachtig, nieuwste, mooiste apparatuur. Maar 2,5 jaar later heeft Don de Jong die woning nu alweer te koop gezet. Ja. Dat is geen goed teken. Dat is geen goed teken. En net gekocht, net helemaal verbouwd en dan verkoop je het al direct weer. En nu gaat dus het verhaal. Don is gestopt met vloggen. Wou daarna iets met podcastjes gaan doen en beginnen. Is ook mislukt. Is daarna een bedrijf begonnen voor het rappen van auto's. Oh. Ja, daar horen we ook niet meer zoveel van. En ineens staat de woning te koop. Ja, dan kunnen we dus stellen dat Don de Jong financieel naar de kloten is. En dat vinden we niet leuk voor Don. Want hij was al psychisch naar de kloten. Ja, nee, dat is wel 2 keer naar de kloten. Ja, is wel pijnlijk hoor. Heb je net een heel mooie... Hij noemde het zelf syndroomwoning. En ja. 2,5 jaar later staat hij weer te koop. Maar ja, goed, kijk, het punt is natuurlijk als volgt. Als zo'n jongen stopt met die vlogs, wat heeft hij dan? Die heeft geen opleiding, niks. Het enige wat hij weet is dat hij heel hard moet lachen voor zijn eigen camera. Goedemorgen, jongens en meiden. Verschrikkelijk. Ja. Ik ben echt verschrikkelijk. Nou ja, we wensen Don heel veel sterkte en... Ja, en dat. Je kan het. Nou, je kan het niet meer eigenlijk. Nou ja, je doet het. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan tegen ze? Je bent depressief. Wat zeg je dan tegen zo'n type? Ja, goede reis. Ja, goede reis, collega. Het is toch heel erg. En dan gaan we naar Robert van der Griet. Ja, we hebben al een paar keer bericht over Robert van der Griet. Robert van der Griet had in zijn Volkskrant een heel artikel geschreven over ons donatieplatform... Back me. Overigens, we hebben zondag de theatershow gestuurd. Misschien is dat misgegaan. Ik heb wat berichten gekregen. Dan krijgt u hem donderdag bij de extra nogmaals meegestuurd. Dus bent u nog in de... Er is helemaal niks misgegaan, Danny boy. Ik kreeg gewoon wat berichtjes van mensen. Hè? En als mensen zich daar druk om maken, dan krijgen ze hem dus donderdag. Dus als jij hem nog niet hebt gezien en je wil hem wel hebben en je bent nog geen donateur... Wordt het nu? Ja, dat zou Robert van der Griet niet leuk vinden, want die schreef dus een heel fel artikel dat dat slecht is, want u steunt dan extreem radicaal rechts. Ja, en nou ja. Dat is verschrikkelijk en dat moet afgelopen zijn. Robert van der Griet wilde graag Back Me omver trekken, maar die Robert van der Griet was nog niet klaar, want die dacht, hey, weet je wie ook op Back Me zit? Bender, ja. Robert van der Griet had alles en iedereen door de stront getrokken. En berichten is naar Bender, wat ben jij een leuke, frivole, jonge man. Ja. Mag ik jou interviewen? Ja, Bendertje die viel helemaal in de smaak van vieze Robert. Want Robert die zei, ik wil jou graag interviewen. Want jij bent zo hip en happening.
Hij wilde zich inlikken bij dat jongetje om daar uiteindelijk weer een paar pagina's kots over te schrijven in de Volkskrant. Ja, wie stuurt dat nou en wie zijn nou die broers van hem die hem daarin helpen? En dat ja, de extreemrechtse duwt zo'n klein jongetje voor de kar. Dat zal het dan waarschijnlijk zijn geworden. Maar toen dacht Bender, weet je wat ik doe? Ik bel even met die Robert van der Gien, want ik heb ook een vraag aan Robert van der Gien. Want we hebben een tijdje teruggebracht dat Robert van der Gien zich op Snapchat uitgeeft als Wendy 020, een meisje van 12. Ja, een beetje smerig misschien voor een volwassen man met een baard. Dat hij zich uit als... Hi, ik ben een meisje van 12. Maar tegenwoordig vinden mensen binnen de ring van Amsterdam het heel normaal om je uit te geven als vrouw terwijl je een man bent, als kind terwijl je volwassen bent, of als half kookwekker, half paard, omdat je nou eenmaal zo voelt. Want je bent niet non-binair en DDM en knettergek. Nou ja, goed. Bender belt dus met Robert van der Giet. En nadat Robert hem allemaal complimentjes heeft gegeven, wat van leuk Jonius, zegt Bender, ik wil jou ook nog een vraagje stellen. Ik had ook nog één vraagje voor jou uit nieuwsgierigheid. Oké. Als dat mag. Ja, toen je mijn nummer toevoegde, kreeg ik een verzoek op Snapchat. Maar dan jou als een klein meisje, dus begreep dat niet helemaal. Hoe zit... Een klein meisje? Ja, of een meisje, ik begreep het niet helemaal. Ja, dat klopt. Zit dat nog steeds in? Ja. Ik heb, ik heb heel veel verschillende schuilaccounts. Ik heb, ja, dan moet ik iets te veel over mijn werk vertellen. Maar als je kijkt naar mijn artikelen, ik heb heel veel schuilaccounts waarmee ik werk. Maar als je kijkt naar mijn artikelen die ik geschreven heb, in het verleden heb ik heel veel over seksueel misbruik geschreven. Dus ik heb heel veel onderzoek gedaan naar seksueel misbruik. En naar pedofiele netwerken, bijvoorbeeld. Ja, ik kan je niet te veel vertellen waarom, maar je kunt je misschien voorstellen waarom het dan interessant kan zijn. Of waarom het soms nodig kan zijn om bijvoorbeeld te infiltreren in een bepaalde Telegram groep. Of een bepaald pedofiele netwerk, om dat dan met een account met een ander. Om je soms bijvoorbeeld voor te doen als een minderjarig meisje. Ja. Oké, okay. Nee, ja, ik weet het. Ja. Robert van der Griet vertelt dat Bender waarom hij zich voordoet als een minderjarig meisje. Want hij is namelijk aan het infiltreren in pedo-netwerken. Maar dat is het werk van Robert van der Griet. Ik zou zeggen, het is toch wel vreemd als jij zo'n beroemd Volkskrant-journalist bent, dat je dus jaren dat account openhoudt waar jij dus een meisje bent van 12. Ja, en ik als je dan viezig zakelijk opereert, waarom doe je dat dan niet met je... Waarom doe je dat dan met je privé-nummer? Ook zo opmerkelijk. En weet je wat helemaal een beetje gek is, kleine lieve vriend van mij? Nou? Vind je het niet schattig als een kleine lieve vriend? Nee, dat hoeft niet. Oh. Zeg dan meteen je zoon. Weet je wat helemaal zo opvallend is? Nou? Robert van der Griet heeft nog nooit een artikel geschreven over pedo-netwerken en kindermisbruik. Nee, op de Volkskrant kunt u precies zien welke artikelen allemaal door Robert van der Griet zijn geschreven. En er gaat niks over kindermisbruik. Althans, eentje over de Boekenweek. Ja, dat gaat gewoon over de Boekenweek geschreven. Het zijn uiteindelijk twee artikelen geweest. Hoe heet die schrijver nou weer? Ja. Nou, het was in ieder geval... Pim Lammers. Pim Lammers, dankjewel OJ. Als je die OJ niet had, dan hadden we een andere OJ. Maar. Pim Lammers, die schreef de Kinderboekenweek geschenk. En het grappige was, Pim Lammers is ook bekend om zijn erotische verhalen met minderjarigen. Die schrijft viezigheile verhaaltjes met kinderen. Dus daar was toen een ophefje van. En het is niet te geloven, maar topjournalist van de Volkskrant, Robert van der Griet, die nam het voor hem op. Die zei, nou, het is toch belachelijk, al die rechtsradicalen zijn weer boos. Want meneer, ja, die schrijft alleen maar een fantasietje op. En is dat nou een probleem? Nou ja, voor sommige mensen wel. Ik vind het wel een probleem dat je kinderboekweek geschenk schrijft. En ook erotische verhalen met minderjarigen. Dat zou je pedo-literatuur kunnen noemen. Ja, nou wat us en aas zei hij dus ineens van de Griet. Ik infiltreerde. Alsof die zware van een speciale eenheid is van de politie. In pedo-netwerken. Maar daar is niks dus van terug te vinden. Ik concludeer misschien voorzichtig dat wij misschien infiltreren in Robert van der Griet zijn privéleven. Ja! Waar Robert zich voordoet als gewoon Wendy 020 met zijn privé-nummer. Niet met een of andere vage privé. Als jij infiltreert waar nooit artikelen over naar buiten zijn gekomen. En het rare is natuurlijk dat je kan gewoon het privé
telefoonnummer van Robert van der Griend zo achterhalen. Dus als jij wil infiltreren als journalist, dan doe je het toch met een nummer wat niet achterhalen valt en zeker niet te verbinden is aan een Volkskrant-journalist. Oftewel, Robert van der Griend lult uit zijn nek. Ja. Robert van der Griend is een verhaal aan het verzinnen ten aanzien van Bender. Waarom hij Wendy 020 heet op Snapchat. Nou, ik kan je wat vertellen, het heeft niets met pedonetwerken te maken. Tenminste, laat ik het zo zeggen, niet om te infiltreren en een stukje over te schrijven. Wat het wel is, nou, dat kan je aan je fantasie overlaten. Maar laten we zo zeggen, een volwassen man met een baard die zich voordoet als een meisje van 12 is in mijn ogen gewoon een goorpijp en een smeerlap en een viezerik. Misschien niet rechtsradicaal, maar wel vies. Ja, nu schreef Van der Griend naar Molly of zij misschien zouden kunnen stoppen met Back Me. En wij willen nu eens vragen aan de Volkskrant, wat moeten jullie met Van der Griend alias Wendy? Ja, vieze Wendy. Ja, 12 is een bokkie geil. Ja, misschien leuk voor de kinderboekenwerk. Maar verder, ja, wat moet je met Van der Griend? Dan kunt u zeggen, moeten jullie Robert van der Griend niet even bellen? Nou, dat hebben we al zo vaak gedaan. Ja. Die heeft ons op alles geblokkeerd. Ik kan hem alleen nog toevoegen als Wendy. Ja. En dan gaan we naar de Bellinggraaf. Nee! Want ook over de Bellinggraaf, ja, kunnen we het zeggen. Ja, tuurlijk kunnen we het zeggen. Hebben wij weer een scoopje? Scoop! Ja, en vorige week hebben wij natuurlijk beelden laten zien van de Bellinggraafs die aan hun jonge zoontje Luan vragen. Ja, val je nou op jongens en meisjes? En Luan zei, ik ben een metroman. Zeer ongepast om met zo'n jong jochie dat voor de camera te doen. Maar papa Bellingga gaat ieder weekend de stad in. Ja, ja, die gaat zuipen. Altijd, ja, die gaat altijd zuipen. En dat is niet gek, want pap en Bellinga heeft naast drie van die hele vervelende bedweterige scheidkinderen die alleen maar op zoek zijn naar de camera. Vijf? Ja. Vijf? Volgens mij hebben ze vijf kinderen, ja. Dat is veel. Ja. Heeft hij natuurlijk ook dat verschrikkelijke mokkel. Ah, ik vind die vrouw van hem echt verschrikkelijk. Wat is dat een verschrikkelijke vrouw? Dat vind ik echt een verschrikkelijk mens. Dus pa Bellinga, die vrachtwagenchauffeur, want hij ziet er toch uit als een vrachtwagenchauffeur, die denkt de groeten, ik ga elk weekend zuip ik me gewoon stuk. Want dan vergeet ik die ellendige familie van me. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Affe, dat liep dit keer niet goed af. Nee, hij dacht dat er een fan naar hem toe kwam voor een fotootje. Maar die fan wou hem de waarheid vertellen. Hier voor de kinderen bij je! Hier sprak een beetje kinderen, dikke homo! Vuile kinderarbeider. Dikke homo. Fuse pakken met je kinderen, dikke homo. En die man staat maar. Hey! Ja, ja, had hij hem in de gaten dat hij hier werd afgezekerd. Ah, nog één keer. Hier vuile kinderarbeider. Fuse pakken met je kinderen, dikke homo. Maar wat zou die man hier nou denken? Want hij denkt, ik moet wat, ik begin te schreeuwen. Ja, hij heeft niet in de gaten dat hij wordt afgezekerd. Nee, hij heeft het wel door. Want kijk, hij denkt, hij zegt iets van bullshit ook. Hij zegt ook. Hij zegt helemaal geen bullshit. Ja, iets hij zoiets. Luister nou eens. Nou, je bent toch zelf. Hier voor de kinderarbeider. Hier is een boertje. Hij zegt niet bullshit. Nou, zegt, ik boertje. Heb sterk de indruk dat hij het wel hoort en denkt, ik begin gewoon heel hard te schreeuwen. Nee, ik heb sterk de indruk dat die man gewoon starnakelbezopen is. Die probeert zijn leven weg te drinken. En die denkt, een fan, we gaan het leuk doen. Hij is leuk aan het doen. Hey! Dus je hoort ook dat die man om de haverklap met andere wijven gaat en zo, hè? Ja, nou ja, goed. Maar die man is ieder weekend in de kroeg. Achter de vrouwen zit hij daarna en die vrouw zit thuis met die kinderen. Ja, maar dat is ook precies wat ze leuk vindt. Dan gaat ze filmpjes maken met die enge kinderen van ze. Ja. En hij zei, kijk, weet je wat het met hem is? Die man is heel ongelukkig met dat gezin en met die vrouw. Punt is alleen, ze verdienen bakken met geld. Dus hij kan niet weg. Dus daarom ligt hij gewoon bijna elk weekend op een ander wijf. Ja. Ja, omdat hij ongelukkig is met die vrouw. Ja. Maar toch denk ik niet dat de vrouw voor hem in de rij staat. Ja, maar ja, bekendheid doet altijd wel iets. Ja, toch? Ja. En dan gaan we door naar FunX. Die gaat samenwerken met Topnotch. Hartstikke leuk. Heb jij het al gehoord? Wat? Nou, over die samenwerking. Nee. Nou goed, Topnotch is natuurlijk een platenlabel waar gewoon die Flexoborzen was. Ja, maar Topnotch is dan ook bekend omdat ze met elke crimineel in Nederland een contract hebben. Ja, de eigenaar is Kees de Koning. En FunX is een radiozender van de NPO. Die draait graag criminelen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat het is. Ja. FunX is zeg maar een soort underground
ghetto street zender van ons belastinggeld. Ja. En daar luisteren gewone normale Nederlanders niet naar. Daar luisteren mensen naar die dat over Kaulo hebben, bijvoorbeeld. Ja. 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 Nou ja, goed. En zij gaan nu samen een nieuw platform oprichten voor kinderen. Leuk! Ja. Ja, want laten we onze kinderen zo snel mogelijk blootstellen aan alle mooie situaties van de straatcultuur. Want dat is hartstikke leuk. Hoe jonger, hoe beter. Dat je je eigen kind niet meer kan verstaan. En dat hij zegt van, ik vind het heel fijn om overvallen te plegen. Ja, nee. Maar ik vind het zo verschrikkelijk. Nee, maar even serieus. Bij dat Funix werken ook idioten. Allemaal radicale gekken. En allemaal... Ze kunnen zo met z'n allen bij de service desk van DHL werken. Daar werk ik ook allemaal dat tuig. Ik voel wel frustratie. Ach, ik word aan het begin van de DHL. Maar Funix, is dat, wij betalen dus met ons belastinggeld naar een zender waar dus criminele rappers en dat soort dingen worden gedraaid. En waar een soort anti-Nederlandse houding hangt. Terwijl het over het algemeen dat belastinggeld toch wordt ja, door dat de witte man wordt opgehaald. Maar ja, ja. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Het is een top-notch. Er zit toch al wat tuig. Er zit toch Little Klein in. Zij draaien de productie zo'n top-notch. Maar goed. Ik hou er gewoon helemaal niet van. En laat die mensen dan underground blijven. Flikker op. Maar goed, misschien komen ze nu wel met iets waar je heel enthousiast van. Natuurlijk komen ze niet iets met waar ik enthousiast van word. Want alles wat die mensen aanraken is iets waar ik van gruwel. Waar ik van had gehoopt dat Nederland bespaard kon blijven. Maar goed, laat maar zien. Je hebt het echt nog niet gezien? Nee, want ik kijk dan niet naar al dat yo-yo-yo gebeuren. Ja, maar dit is... Ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik denk omdat dit echt wel... Nou, ik zou je vertellen, ik heb echt meer met die debiele piratenfestivals waar jij naar heen gaat. Ja, ik ben een gangster rapper in Nederland. Ze hebben allemaal een uitkering, die lui. Ja. Nou, laat maar zien. Wie is dit? Hey allemaal, welkom op het kanaal voor alle Leeuwans. In onze flat ontdekken we allerlei soorten muziek. Hey, voor de Leeuwans in onze flat. Alleen dan vond ik stelling omdat die lui allemaal in zo'n flat wonen, weet je. 3 hoog, 5 achter. Welkom in onze flat. Nou, ik vind het prachtig. Nou ja, maar Lil Wans is al een verwijzing naar Lil Kleine. Ja. En Lil Kleine, die staat bekend dat die nou ja, zijn wijf met de koppelen tussen de autodeur in elkaar beukt. Aan de cocaïne zit en zijn kind verwaarloost. Ja. Dat is een voorbeeld. En dan zitten ze met z'n allen in de flat. God, zou me kraken, wat erg. Maar goed, je kent het idee nog niet. Hoi allemaal. Hey allemaal, welkom op het kanaal voor alle Leeuwans. In onze flat ontdek je allerlei soorten muziek. Waarbij je kan jammen, dansen en ook mee kan zingen. Daarnaast leer je ook over kleuren, tellen. Maar je leert ook allerlei talen, zoals Engels of Turks. Roekoe, wat leuk dat je er bent. Hey Roekoe, er komt een duif met een bivak met je aangevlogen. Wat is dit? Hey, leuk, je leert al wat talen, zoals Turks en srangangang. Zeg je op een gegeven moment tegen je kind... Hey Jopie, ga je mee naar school? Oké, ik weet niet wat je zegt. Nee, dat is Surinaams. Nee, dat is Hoxha. Nou ja, whatever. Surinaams, dat spreken ze voornamelijk bij DL Service Line. Maar goed, Turks en Srangang, dat je dat dan daar leert. Van het Nederlands belastinggeld gaan we mensen Turks leren. Ja, je kan beter alle mensen uit, laten we zeggen, landen van verderop, die hier naartoe zijn gekomen, Nederlands leren. Lijkt me heel verstandig dat die mensen Nederlands beginnen te praten. Laten we alvast alsjeblieft niet Nederlanders hun rare talen gaan spreken. Laat die mensen die hierheen komen, Nederlands leren. En als wij bijvoorbeeld in Turkije gaan wonen, dan gaan we Turks leren. Of als wij in Afrika gaan leren, dan gaan we dat leren. Maar als die mensen hierheen komen, leren we ze Nederlands. Maar dan kunnen we ze verstaan en dan kunnen ze ook werken. Ja. Nou, maar je moet je toch voorstellen dat je daar op een gegeven moment nu dan een kind hebt van een jaar of 6 en die zit dan op die app voor de Lil Wans en die zegt, ik ben nu Turks aan het leren. Ja, en Roekoe de kraakraai. Hé? Is dat Django McCroy? Ik weet het niet. Nee, dat is van, heb je Nederlands voor me? Die zou... Oh ja, praat Frans, Nederlands met me. Engels of Turks en Srannang. Roekoe,
Wat leuk dat je er bent. Heb je zin om een spelletje te spelen? We gaan een plofkraak plegen. Dan hier. Ja, vanaf 15 mei dus de Lil Ones in samenwerking met Phonics en Top Notch. Oh, erg. Ja, ja. Ja, het is verschrikkelijk. Dit is dus precies wat je dus niet moet willen. Steek een keer je tijd om die mensen gewoon Nederlands te leren. Zeg, gods, zal maar kraken. Roekoe, roekoe. Ja, nou ja. Misschien wel interessant om een keer Saranang te leren. Ja. Ik zou niet eens weten, Saranang, wie spreekt de Saranang? Ja, het is een taal in die Suriname wordt gesproken. Oh. Ja. Dan, de... Nee, daarna gaan we toch even zeggen dat voor de mensen die dus de theatershow nog niet hebben gezien, die stuur ik gewoon met de extra morgen ook je doosje in. Dus als je nog ons niet steunt met je donatie, kan je dat alsnog nu doen. En uw laatste kans op de theatershow. Ja, want het is wel de laatste keer dat we hem sturen, want zo goed is niet gefilmd. Omdat onze documentairemaker, die is eigenlijk meer gespecialiseerd in kerstborrelfilmpjes. Dus dit was even te hoog gegrepen. Er zijn een aantal mensen die zeggen, ik heb hem niet gekregen, Dan hebt u hem morgen. Wat een gezeik. We sturen hem gewoon nog een keer. Maar dit is de allerlaatste keer voor de theatershow. Maar wel de mogelijkheid om ons te steunen. Om dit prachtige programma te maken. Doe een donatie van €5. Dan kunnen wij hier lekker mee verder. En willen jullie we iets teruggeven? Zeker. We doen een kleine geste. Namelijk hetgeen wat we overhouden van de opname die we normaal sowieso hoppende flop in OJ's prullenbakje zouden keeperen. Die sturen we gewoon aan je op. Op donderdag een klein balletje in je doosje om 6:00. Hoe leuk is dat? Heel leuk. Rob, blijf mijn bek weer door. En dan bent u onderdeel van de familie. Hoe mooi is dat? Mag ik u ook nog een keer wijzen op deze prachtige shirts. Hè, met Koningsdag. Ook in trui, ook in hoodie. En we hebben nog meer Koningsdag shirts, truien en hoodies. Rollenpraat.shop. En toch wil ik even zeggen dat als je lid wordt van de Rollenpraatfamilie, je niet in de groepsapp van Schouten Unitet komt. Dus wees daar niet bang voor. Dan heb jij een enorm schandaal te pakken. Hè? Ik heb weer een knaller van een scoop. Ja. En het fijne van mijn scoops is dat het eigenlijk altijd wel waar is. En dat ik dan niet een week erop moet zeggen, ik weet niet, ik twijfel. Is het niet zo dat wij vanwege een oude scoop van jou volgende week, dinsdag, in de rechtbank in Amsterdam zitten? Klopt. Wederom tegen John de Mol. Zeker. Heb jij ook voor deze scoop weer 100.000% bewijs? Luister, ik weet nog steeds zeker dat... Kijk, wij zijn toen veroordeeld... Oh ja, omdat even dat ik nog zeker weet, ja. We hebben volgende week komen dan goed beslagen te ijs. Nee, omdat... Wat weet jij nog steeds zeker? Kijk, wij mochten geen... Jongen, je weet toch ook dat de directeur van de Harbor Club heeft gezegd dat het heeft plaatsgevonden en dat hij wil... Ja, die beuk van Johnny de Mol op die neus van die ex van hem. Ja, maar daar gaat de zaak niet over. Nee, maar je stond al bij dat die eigenaar zei, het is inderdaad gebeurd. En toen hebben wij aan de rechtbank gevraagd, mogen wij getuigen oproepen? Dan mocht die eigenaar komen en die moest vertellen dat het gebeurd was. Waren we vrijgesproken. Maar van die rechter mochten wij geen getuigen oproepen. Ja, dan verlies je. Ja. Enfin, het zal me wel. Ik weet dat deze ook weer 100.000% vers. Ja, weer een eerlijke scoop. Wil ik niet eerst aankondigen? Ja, dat wil ik. Nou, doe ik er maar voor. Ja, dat cynisme iedere keer als ik met iets kom. Jij komt met de grootst mogelijke onzin. Wordt met fanfare wordt het hier binnengehaald. Met je draaikorkel erbij. En dan, maar jij brengt kutscoopjes. Dit is ook een kutscoop. En dan moeten we straks weer voor naar de rechter. Jij wil altijd... Dit is weer een NPO-baas. Dit levert ook weer een rechtszaak. Nou en? Ja, prima. Daar komt die. Ben je klaar voor? Nee. Dat komt wel aan. Klaar? Nee. OJ, are you awake? Odje, are you awake? Komt ie hoor. Scoopie. Scoop! Want het gaat namelijk, jij wil er niks mee te maken hebben natuurlijk, over Jurre Bosman. Jurre Bosman, wie is Jurre Bosman? Nou, Jurre Bosman was een presentator vroeger van allemaal kutprogramma's wat je waarschijnlijk niet kent. Maar Jurre Bosman is ook bekend van iets anders. Want Jurre Bosman, die werd namelijk... in 2014 werd hij zendermanager van NPO Radio 2 en NPO Radio 5. Dat klopt. Hier ben ik nog bij. Oké. In 2016
werd Bosman directeur audio bij de NPO. Dat je directeur audio kon worden. Ben je van alle radiozenders de baas. Ja, maar directeur audio, de baas van alle radiozenders. Wat is er met Jure Bosman aan de hand? Jure Bosman is een oud-presentator. Die kreeg een functie. Wat kan er gebeuren? Nou, Jure Bosman, directeur radio, heeft zijn pielenmuis in de snee van een personeelslid gestopt. Hij heeft dus een personeelslid liggen aandouwen. Of zoals we dat in het Noord-Holland zeggen, noike. Noike, noike, noike. Met een personeelslid, een collega. Hij was dus de allergrootste baas en hij deed het dus met die meid. En hoe heette die meid? Nou, die meid heette Rebecca Lombers. Rebecca Lombers. En daar heeft hij dus ook een relatie mee aangeknoopt. Is het nou een groot probleem? Nou ja, goed. Kijk, hij was getrouwd. Waarschijnlijk vond zijn vrouw het niet leuk dat hij het met iemand deed op zijn werk. Maar dat is ons probleem niet. Bij ons probleem is bij de NPO, waar net een rapport van is verschenen, hè, dat dingen niet kunnen, zeg maar. Dat hij dus met iemand naar bed gaat, terwijl hij de grote baas is. Met die Rebecca Lombers dus. Zij kreeg gelijk ook een upgrade qua baan. Hij heeft haar gelijk, hij heeft haar gelijk promotie gegeven. Wat wel heel vreemd is. Want dat betekent dus als je bij Jure Bosman je benen wijd doet, dat het goed is voor je loopbaan. Nou, dat is ook niet zo netjes. En hij is natuurlijk naast getrouwd ook haar baas. En dat is een beetje gek. Nou, dat was een helemaal gedoe en heel veel kwaaiigheid over bij de NPO. Mensen weten bij de NPO hier ook alles van. Stond alleen niet in het rapport omgeschreven. En wat gebeurde er toen? Nou, die meid, ja, die Rebecca Lombaars, waarop Jure heeft gelegen, die werd op non-actief gezet. Dus met een enorme zak belastinggeld mocht ze de NPO verlaten. Nadat ze dus de minnares was van Jure Bosman. Nou, dat speelde zich allemaal af in 2016. Sorry. En er komt dus helemaal niets van voor. Ja, 2016. Toen was hij dus nog steeds haar baas. En er komt dus helemaal niets in voor bij dat rapport van de NPO. Want deze relatie intern waren ze overgeslagen. En nu ligt het op straat. Nou, Jure, succes met alles. En voornamelijk met je huwelijk en je verdere loopbaan. Ja, maar ze hebben wel een goede betalingsregeling meegekregen, toch? En, zij heeft een enorme zak geld meegekregen nadat ze op non-actief is gesteld. Nadat men bij de NPO boos erover waren. Dat hij met die meid lag te wippen. En dat zij ook nog een keer een promotie kreeg. En mooie scoop heb jij ook hoor. En weer hoor. Zeker. Mooi. Het is 100% waar. Nou, het zou me niks verbazen als Jure Bosman volgende week opstapt. Nee, het zou me ook niet verbazen. Nee. Nou, dan hebben we dat toch mooi gedaan. Komt niet door jou, hè, laffe tackle. En dan gaan we naar nieuwe boodschappen van een nieuwe adverteerder. Oh, wat leuk! Dat kan alleen maar in het... Ja, kom nog maar aan. Waarom loop je dan weg? Reclameblokje. Ik vind het heel irritant als ik bezig ben met zoiets interessants als dit. Dat je dan zomaar wegloopt. Deze week hebben wij Sans Chocolate. Hoppa! Sans Chocolate Original Sex Chocolate. Ja, ik hou hem vast. Ga jij de tekst doen? Ja, het is dus libido verhogende chocolade. Vindt jouw partner je een god in bed? Waarschijnlijk niet. Tijd voor verandering. Deze libido-verhogende chocolade van Sans Chocolate is precies wat jij nodig hebt. Jan neemt een hapje. Staat het erbij? Ja. Wat verdomme. Nee, kijk eens eventjes. Hartstikke idee. Het zijn drie enorme blokken die je kan opdelen. Dan heb je 6 driehoeken. Dan staat op Bite Me. En je wordt er klettergeil van. Ja. Zeg je even wat het kost en hoe je het kan bestellen. Dan ga ik eventjes. Kijk eens eventjes wat mooi. Prachtige chocola. Ja, kijk, het is dus geen Viagra. Het is dus minder chemisch en veel minder slecht. Hè? En als je dit neemt, zo'n chocolaatje, dan worden je bedprestaties veel beter. Je hebt er echt zin in en knallen met die banaan. Heerlijk! En die chocola smaakt ook nog eens heel erg lekker. Heel lekker. Mag ik eens even vertellen? Ik heb namelijk weinig met melkchocola. Vind ik niet te bunkeren. Dit is de puurste pest. En ik vind het hartstikke lekker. Ja? Ja, heerlijk. Lekker bitter. En ik moet eerlijk zeggen. Nou. Nee, de inwerkingstijd is een kwartier. Oh. Ja.
Dan kreeg ik hem gewoon van de lekkere chocola. Ja, heerlijk. Nou, vertel je verhaal verder. Waar ik kan bestellen en wat kost. Ja, op senschocolate.nl. Heerlijk. Althans, dat moet ik heel even checken. Wat is het nou? Heb je het weer niet voorbereid? Nee, dat had ik goed gezegd. senschocolate.nl. Daar kun je dus hebben. Ja, en één doos is slechts €30. Nou, ik heb wel eens een duurdere doos gehad. Ja, laten we heel eerlijk zeggen. Mijn ex. Ja. Laten we heel eerlijk zeggen. Een doos met 3 chocoladestukken erin voor €30 is niet duur. Nee, dat is niks. Maar denkt u, het kan dan goedkoper? 2 dozen voor slechts €23,95. Per doos. En als u de 3 koopt, dan zelfs €20 per doos. Ja. Maar goed. Oh, het is echt heel puur. Maar je hebt wel echt... Maar ik voel wel echt iets. Wat zit erin dan? Ja, het mooiste. Je hebt echt geweldige seks. En ik wil één zinnetje hier niet onthouden. Ja. Evaluatie, gezondheidsclaim is lopende. Voor hetzelfde geld krijg ik straks een haarklap. Maar die is nu volbracht, is mij verteld. Dat staat ook op de website. Het is helemaal gezond en goed om te nemen. Ach. Ik krijg er gewoon meer zin van. Ja, lekker man. Man en vrouw. En wat zeggen we altijd? Hè, vrouwen houden van chocola. Ja. En als ze niet willen neuken, moet je ze zo'n ding geven. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Ja, nou ja. Dus, kijk, je kan dus 6 keer op voor €30. Ja. Ja, laat het eerlijk zijn. Ik heb wel eens meer moeten uitgeven. De hoer is het duurder. Of bedoelde je dat niet? Nee. Ik bedoelde qua borreltje en zo. God, het is wel echt... Ja, hoe vind je de smaak? Ja, ik hou wel van het bittere, maar het is wel... Wil je ook een stukje proeven, OJ? Nee, dan zit hij straks met die grote tampeloeren aan. Dan slaat die camera aan ver. Daar heb ik geen zin in. Ja, u moet het een keer meemaken. Maar waar u ook zeker naartoe moet, is het afbouwcollectief.com. Zeker. Want die doen alles in en buiten uw huis. Tok, 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 tok. In. Verbouw, aanbouw, doorbouw. Alle soorten bouw, bouw. Au, au, au. Ik sla op mijn vinger. Dat is niet fijn. En dat doen ze ook heel gauw, want ze kunnen direct bij u aan het werk. Laat ik spuiten voor op dit moment €8 per vierkante meter. Een aanbouw, nu in actie voor €950 per kubieke meter. Dat is niet veel. En het isoleren van een buitengevel met subsidie. Hoppatee. Vanaf €50 per vierkante meter. Nou, dat is niet slecht. Ik kom niet makkelijk uit mijn woorden vandaag. Nee, hoe komt dat? Buitenstukwerk voor €80. Jezus! Per vierkante meter. Ach, dat is bijna een soort... Dan heb je een soort... Hoe heet dat? Zo'n waterkorkel van stuk. Dakreparaties bij een compleet lekdak. En in plaats van een nieuwe badkamer al vanaf €5.000. Hoppende papa! Dat allemaal daar. Wij zien u ontzettend graag bij de extra. Daar wordt ook weer de theatershow in meegevoerd. Yes. Voor de laatste keer. Wordt dan snel donateur. Yes. En dan zien we u morgen bij de geweldige... Yes. Extra. Yes. Yes. Hoppa. Yes.